Kinderen, we vliegen erin, hè. Welkom bij Vettige Klappenwaarde, kinderen. Dit is een echte show met echte mensen en echt bier. Ik ben Kaart, nog steeds uw kwartiermeester, en ik heb geen broek aan. Vandaag gaan we het hebben over het politieke kompas. Het panel vandaag bestaat uit de immer sympathieke Niels. Die een Mexicano open doet. En de immer sympathieke Pim Verheyden, geen familie van. Hallo, hallo. Alright, iedereen ziet dat hier. Sergeanten, jullie zien dat toch ook, hè? Met een kleine delay, maar ja. Ja, met een 50 seconden delay, maar we zien het. Oké, het is heel simpel, hè. Dit is het politieke kompas. We hebben twee dimensies, want driedimensionaal photoshoppen, dat kan ik niet. Maar we hebben dus van links naar rechts. En er is een tweede dimensie, libertair. De Belgische partijen, sorry, de Vlaamse partijen, zien er min of meer als volgt uit. Maar daar gaan we iets aan veranderen. Die tweede dimensie, autoritair, libertair, ja, dat wordt heel duidelijk als je naar Wereldoorlog 2 kijkt. Dan heb je Mussolini en Stalin en daartussen heb je Hitler. Voor de mensen die Star Trek fans zijn, Kirk, Picard, Sisko en Janeway. Voilà. We hebben dus de Vlaamse partijen en we gaan dat een beetje herschikken. Want niet alle partijen zijn even autoritair of libertair. En er zijn een aantal problemen zoals Vlaams Belang is niet rechtser dan N-VA en Groen is linkser dan S-PA. Op sommige gebieden. Dus heren, we beginnen van links. PvdA, autoritair of libertair? Waarom niet van rechts? Dat is discriminatie. Omdat we lezen van links naar rechts, Niels. Oké, dan. Links is goed. Nee, dat heb ik niet gezegd. We blijven centraal. Dat heb jij gezegd, hè? Dat heb ik niet gezegd. PvdA, ja. Waar zetten we die? Een beetje hoger. Ja, meer op het kompas, echt. Echt de noek. Oh, de extremistische. Zo'n beetje Stalin linksboven. Ja. Wacht, waar stond kompas. Stalin nu? Ik zal. Daar. Voilà. In de hoek, voilà. Daar staat Stalin. Ja. Oké, SPA. Staan die goed? Goh, ook al wel naar boven, hè. Maar nu niet zoveel. Ja, dat is zo'n beetje links, ja. Ja, nog een beetje. Ja, daar. Iets naar beneden terug, denk ik. Nee? Zoiets? Oh ja. Je moet verstaan, kinderen. Het panel ziet het altijd een paar seconden later. Groen. Zet dat gewoon op SPA. Ja, ik denk dat dat hetzelfde als SPA is. Maar dan ecologisch. De Tjeve. Ik zet die hier. Voilà. Ze doen er niet toe. Ze is weg. Nee, oké, de Tjeve. Zijn ze echt centraal? Is ik zou die ietsje zo... Oh, naar links een beetje doen en dan een beetje naar boven. Zoiets? Oh ja. Ik zou die niet zo links zetten. Maar dat is te zien waar je links middelpunt staat. Ja, het middelpunt is hier, hè? Ja, maar ja. Ai. Ja, oké. Okay. In België ligt het middelpunt iets meer naar links, dat wel. Ja. Maar laten we dit als een objectief kompas beschouwen, niet? Oei. Objectiviteit is dat wel gepast bij ons. Laat het. In de politiek is objectiviteit het belangrijkste dat je kunt eisen. Nee. Je gaat het nooit krijgen. Dat vind ik nog altijd een beetje subjectief. Dus Open VLD, nee, CD&V, staat dat goed, denken jullie? Volgens mij wel. Oké, Open VLD. Tussen van op de neer, hè?
Libertair, voor de kleine zelfstandigen. Ik zou CD&V en OpenVLD zo spiegelen tegenover het nulpunt van elkaar. Ja, dat is min of meer. Nou, dat is... Ja, we kunnen ze alle limiet zo hier zetten. Goh. Verstaat het? Want... Ja. Maar eigenlijk vind ik dat niet kloppen, ze. Want VLD is ook autoritair. Op bepaalde vlakken. Hier, kijk, daarmee dat ik jullie hulp vraag, hè. Oh, ja, dat is autoritair en liberaal tegelijkertijd. Also, bij ene vlak is dat autoritair, maar in dat autoritair vlak kunnen we nog zeggen van je mag doen wat je wilt, maar we gaan die regels. Dus ja. Ik zou ze terugzetten waar dat je ze hebt gehaald. Ik zou de CD&V laten staan. CD&V laten staan? Een beetje laten zakken. Ik weet echt niet wat dat die willen. Eerlijk gezegd. Een onbestuurbaar land. Zoiets dan. Ja. Daar kan ik mee leven. Oké, N-VA. Omhoog. Ja, omhoog en een bekken naar rechts, denk ik zelf nog. Het is... Ja, niet extreem rechts. Nee. Dus ik zou nog een beetje minder autoritair maken. Ze zijn wel serieus autoritair. Ja, maar kapitalistisch en zo. Ja, je mag doen met je geld wat je wilt en zo, maar je moet gewoon zien dat je geld hebt. Ah, wel, ik zou het daar houden, ja. Dat lijkt mij een goede plekje voor het NPA. Ja. En dan de Vlaams Belang. Vlaams Belang? Sorry? Linksboven daarvan, nee. Hier, linksboven, bij de PvdA. Nee, linksboven. Zo waar dat Hitler stond. Nee, dat gaat Tommy tof vinden, nee, ze. Nee, dat is niet... Nee. Zou die zo linksboven de N-VA zetten? Zoiets. Vijf seconden wachten? Ah, wel, ja. Je zegt vijf seconden dat jullie moeten wachten. Gewoon drietal. Hé, hey, sorry, ik heb dat nog niet maar een brik en brak show, hè, allee. Maar toch, de meest geliefde podcast van West-Vlaams-Brabant en Oost-Oost-Vlaanderen. Hallo Sergei, het is Seychat. Can I get 6 meisjes for next week, please? Hallo Seychat, zijn jullie aan het kijken naar de livestream? Ah, oei, verkeerde Discord, sorry mannen. Gaat hij nu weggaan? Ja, hij is weg. Ah, hij is weg, oké. Okay. Ja, tot hem terugkomt, hè, van een dweep. Allee, ik wil ook wel eens zijn mening horen hierover. Ik denk iets van onze bullshit of zo. Kun de Vlaams Belang echt... Ik weet niet, wat is het verschil tussen Vlaams Belang en N-VA? Als in Vlaams Belang mag niets doen, N-VA gaat de volgende premier leveren. Dat was een goede grap, maar... Ja. Waar staat de Piratenpartij? Ja, niet alle partijen staan erop, dat is waar. Maar Vlaams Belang is, denk ik, nog iets meer zelf voor de mensen dan N-VA. Ja, onze mensen. Piraat. Ja, zijn die anderen belangrijk dan? Ja, dat heb ik niet gezegd. Mannen, je moet weten dat hier humoristisch bedoeld, hè. Is dat? De Tim Verheijden, uw niet-broer, gaat dat wel allemaal opnemen, hè. Komt allemaal in de tafel terecht, hè. Kan niet wachten. Piraat, dat is libertair. Ja, ja, piraat is niet per se links of rechts, maar wel heel libertair. Ah, wacht. Ik heb mijn noot niet op. Segondje zo, kinderen. 1. Ja, mijn noot werkt niet met mijn koptelefoon. Dat is 5 seconden. Dat kun je dus nu maken, hè. Stomme noot. Zijn er al interessante commentaren in de live chat? Want iemand zei VLD moet meer naar beneden.
Groen libertair. Dat denk ik niet. PvdA onder N-VA. Nee, groen is autoritair van, hè, je moet zien dat de plantjes in orde blijven. Hè. De N-VA hoger komt dan PvdA bijvoorbeeld. Oh. Dat zag ik nu niet. Autoritair. PvdA is communistisch. Dus je hebt niks. Alles is de staat. Dat is heel extreem links. Hè. Links autoritair in extremis. Ja, N-VA is meer van, je hebt geld, kom hier. Hè. Ja, ik zou N-VA gaan lang. Je mag dat geld gebruiken voor je, je mensen N-VA te kopen. Dat mag allemaal. Ja. N-VA zijn zo de mannen van, eens dat je rijk bent, maakt het mij niet uit. Dat snap je? Maar ik zou N-VA Vlaams Belang eigenlijk iets naar onder nog schuiven. Nee? Wat zeg jij het zegt? Dat lijkt me zo redelijk autoritair al dat die staan. Vlaams Belang? Ja, Vlaams Belang en N-VA zijn er redelijk autoritair, vond ik. Nee, maar ja, we moeten ook misschien ook argumenteren waarom dat ze autoritair zijn. Gelijk, repatriëringen zou ik als enorm autoritair beschouwen. Maar autoritair heeft ook goede kanten. Ik bedoel, sociaal vangnet en dergelijke. Het is niet omdat wij misschien wat libertijnser zijn dan de gemiddelde Vlaming, dat libertair daarom het beste is. Een beetje autoriteit mag. Nu, moest Seychet terug willen komen, geen lelijke klootzak, dan wil ik wel eens horen wat jij denkt dat je op het politiek kompas staat. Want dat is eigenlijk een extreem linkse autoritair, vind je. Ik zeg het maar, hè. Ja, die is weg, jong. Die zijn we kwijt. N-VA is centrumrechts. Maar wat doen we met N-VA? Die zijn nog altijd iets kunnen autoritairer. Hè. Die zijn... Repatriëring is redelijk. N-VA zou willen zeggen dat ze hier, hè, de perfecte centrumrechtse partij zijn. Dat zeggen ze, man. Dat zeggen ze, maar dat is niet. Die zijn veel autoritairder en ook veel rechtser dan dat ze willen toegeven. Dus Vlaams Belang moet tegen N-VA staan, maar ietsje lager. Denk ik. LDD. Ja, eigenlijk hebben we Lijst de Dekker niet genoemd. Lijst de Dekker. Lijst de Dekker. Is dit bij N-VA of zoiets? Of enkel voor de Europese of zo? Die zit bij N-VA terug. Ja, gelijk al. Is vergeten wat dat ze hem hebben aangedaan. Maar die mens is op een leeftijd, hè. LDD. Dat is rechtslibertair. Dus ik zet die hier zo aan. Want Jean-Marie de Dekker is een goede commander Cisco. Zeg maar, even mijn kapitein van Star Trek er terug bij halen. Zullen Vlaams Belang meer libertair, zegt iemand hier ook. Maar ik snap niet waarom. Het is een moeilijke om te definiëren, want in mijn ervaring, door te spreken met een aantal mensen van het Vlaams Belang, zijn die best wel libertair. Oeh, dat is geen cordon sanitair dat je doet. Ah nee, ik heb dat al lang verbroken. Zet ze maar bij de PvdA dan, het is gedaan. Ah ja, want socio-economisch gesproken zijn ze eigenlijk zo links als Groen. Ja. Of zo links als SPA, want ze willen allebei een minimumpensioen van €1.500. Oké, ja, dat is eigenlijk wel... Wie gaat dat betalen, hè? Maar daar... Ja, jij, Niels? Ik, ja. Ik heb nog maar juist genoeg voor mijn eigen lening af te betalen. Dan gaan we meer werken. Dat heb ik sterven. Hey, zoals de natuur dat heeft gewenst. Wat is GLN? GLA, dat is de Global Liberation Army van Command & Conquer Generals. Oh, maar iemand zegt hoor. GLN. Vertel u nader, de Canadian YouTube guy. Ja.
De Canadian? Die spreken Engels en Frans. Ah. Hoe komt de heel Nederlands? Kom op. Hier is wel een goede vraag. Zeg eens. Ze waren de partij van de islam. Ah! Jullie denken dat ik daar niet op voorbereid ben, of wat? Hier is MC! De regio. GLN is Gert Late Night. Dat is zo'n kutprogramma met Gert Verhulst. Dank u voor uw bijdrage. Dank u, Sachet. Dat is graag gedaan. Ik heb hier Redouan Arouche in de rechterbovenhoek gezet, hè. Gaat dat nog meer, of niet? We kunnen hem ook eigenlijk best van al zouden we hem... Zie wat ik doe, hè. Up, 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 up. En weg is Redouan. 1, 2, 3, 4, 5. Is weg. Jij telt echt seconden slecht, hè. Pijs dat man 3 seconden is. Ja. Maar... Hij was nog wel altijd op het scherm toen ik zei van, is weg. Ah. Dus... Oké, dus... Ik vind wel dat hem daar goed staat. Ja, hij staat daar goed. In de hoek. Stoute kindjes in de hoek. Ja. Oh, met zoals de PvdA. Zo doen we dat hier, hè. Ik ga daar een rondtrekken, de hoek inschrijven. Nou, in het zwart gewoon. Ze vragen op de YouTube waar dat den Dries staat, want die is onafhankelijk. Nee. Die staat hier. Bij Vlaams Belang. Doe een keer normaal. Als die nou onafhankelijk is, ben ik Tim Verheyde. Maar je bent niet Tim Verheyde, je bent Tim Verheyde. En dat is geen familie van. Misschien kun je het opzetten op Vlaams Belang en Dries. Ah ja, zo een klein Dries-foto ook erbij. Zo vastplakken. Wat van de Leeuwen en Dries. Maar ik lees juist, de Waalse boeien ons niet. Waar zit Dries van Langenhoven feitelijk? Want die is toch redelijk autoritair, hè? Ik denk dat hij een iets gerechter en autoritairder is dan Vlaams Belang. Dan heb ik hem daar gezet. Daar staat hem goed. Zijn er nog goede comments? De Pokémon-partij. Boeit dat of niet? Ik weet niet, dat ken ik niet. De Pokémon-partij, was dat niet ergens... Waar was dat nou? In Antwerpen, denk ik ook, zo. De boeit dus niet, hè. Ai, Antwerpen. Ah. Maar... De VRT... Ah, hier is er. Iemand vraagt voor de VRT-kaart. Ah! De VRT, zei je! Maar dat zijn de goede vragen. Helemaal niet voorbereid. Nee, de VRT is al... Die denken dat je niet voorbereid bent. Ja. Ik denk eigenlijk dat ze iets gerichter dan de PvdA zijn. Ja, ze zijn hier of zo, zou ik denken. Ja. Echt in de Noordzee. Wat voor... Moest je het niet doorhebben? Dit is een kaart van België, hè? Allee. Ja. Nee, ik heb het door. Oké. Mijn vraag, Forza Nienhoven. Ja, is Vlaams Belang. Dat is gewoon Vlaams Belang, guy. Allee, sorry, maar respect your Rus. Ken uw partijen, hè. Maar dus, ik wil maar even zeggen, kinderen, laat het duidelijk zijn dat, gezien dat de VRT daar staat, dat bijna iedereen extreem rechts van de VRT is. Maar ik weet niet, zijn er mensen die willen argumenteren waarom dat de VRT niet daar hoort? Nee. Ja, nee, je kunt niet argumenteren met de waarheid. Ja, oké. Is hier weer iemand NSVAP? De BUB, weet je, de NSVAP, ik ga hem er nog eens bij halen, hè, maar dat is heel logisch. Het leer staat hier, hè. En Mussolini staat onder Redouan, kennelijk. Oei. Zeg maar, Kaar, de Joseph zit in de verkeerde chat. Nog in de halle molle. Kunnen hem niet meeslepen? Ah, Vlutjes, de quiet Tsjech. Ik zal hem erin slepen ook. Of Assalamu alaikum. Ja, Salam alaikum. Salam alaikum.
aan, meneer dokter. Oké, dus... Vlad en de dokter zijn er net bijgekomen. Ja, ja. Ja, ja. Ik ga even op YouTube gaan, hè. Ja, maar ja. Dat ik de dingen zie, hè. Want dat is dat hier live misschien? Ja, dat is hier live. Vladje, dat is hier live, hè. Het is 5 seconden delay. Dus op het vettig kwartier. Als we allemaal op de dokter moeten wachten, pak maar al een koffie. Hè. Ik heb wel nog een goede vraag, en dat is in deze. Jean-Pierre van Rossum, waar staat hij? Als we allemaal op de dokter moeten wachten. Die staat niet meer. Is dood, maar ik zou denken dat hij zo rechts is als de dekker, maar nog veel libertijnser. Ja, ja, dat, ja, dat denk ik, ja. Ik denk dat, dat is wel een communist, hè. Moet hij naar links? De moeilijke mens. Den wel spoor had van de Maas na slot. Maar als hij een communist is, dan staat hem hier, hè. Maar ja. Dat was een redelijk goed communist, hè. Maar dat was gewoon, hij zegt van... ja, het systeem is zo corrupt en zoiets. Ik ga al mijn geld ervan uitpersen. Ze vragen op YouTube tonen dat het systeem kapot is. Ze vragen op YouTube waar dat de goede dokter staat op dat kompas. Ja, YouTube, jij denkt dat ik daar niet heb over nagedacht. Ik sta op YouTube, ik zie de kop van Kaars. De Kaarskop dus. Kaarskop, maar ik zie mijn eigen niet. Alhoewel dat een... 5 seconden wachten, hoor. Ik heb u net op het politieke kompas gezet. Ja, ik zie me staan. Je hebt me toch niet bij de Tjeven gezet. In de buurt van, ja. Nee, ja. Ik ben geen Tjev. Ja, maar nee. Nee, anders zouden we op de Tjeven staan. Zet mij daar bovenaan. Is er daar een in mijn bles? Precies, een sympathieke mens. Met zo'n klein moustache, dat weet dat. Dat is modern. Dat is een hipster, denk ik. Adolf Hitler in zijn bunker was de eerste Duitse bunker. Bruin kostuum en kort vet haar. Adolf, dat is punk voorwaar. En ook koning Boudewijn. Kon wel in zijn bunker zijn. Als hij zijn medailles torst, steekt hij spelden in zijn borst. En hij heeft toch ook geen baard. Hij loopt gewapend met een zwaard. Hey, New Wave Elisabeth. Shave the Queen met Chibet. Voilà. Goed gezegd. Dank u, dokter. We zijn... Gillette is een feministisch merk geworden, hè. Ja, natuurlijk. Moet dat niet meer kopen, hè. Waar zetten we Gillette? Helemaal links. Links autoritair. Nou ja. Ik zou die bij de PvdA... bij de VRT, de PvdA... De Stalin en Van Rossum. Allee, ja. Mussolini en Arouche staan ook al samen. De gemiddelde leraar. Wat? Nee, niet de gemiddelde leraar staat min of meer wat op Picard staat. Ja. Dat is linksautoritair. Een gemiddelde leraar. Waar staat Kaar? Min of meer wat op Kirk staat. Die zit neer eigenlijk. Ja, ze zeggen hier, Kaar kan niet staan. Nee, maar ik kan niet staan, want ik heb geen broek aan. Dus. Hela. Dat is hier geen porno-site, hè. Pedofielen. Neemt die woorden nooit in de mond, hè. Krijgt penis en zo, moet je nooit in de mond nemen, zo'n woord. Ejaculatie op rekels, niet doen. Dank u, dokter, om altijd te zorgen ervoor dat we gedemonetized worden. Ja, Alle, de 10 cent. Weer 20 cent naar Ethiopië. Waar dat Anuna staat, ik weet niet waar Anuna staat, maar ze zou beter op school zijn. Bij Groen. Anuna? Bij Groen. Die staat bij de Tampax-partij. De partij van de permanente maanstonden. De VMS-partij. Oké.
Wil er iemand zich hier opzetten? Ik bedoel, ik heb een foto van de dokter gemaakt, van de rest heb ik geen foto's. Seychat, volgens mij stelde jij waar Picard staat. Ik zal u dat bevestigen of ontkrachten. Wie is Picard? Is dat die kletskop? Ja, 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 dat is de kletskop. Kijkt jij niet naar Star Trek? Is er hier echt niemand die naar Star Trek kijkt? Ik sta ergens Dormos tussen CD&V en Dr. Joseph. Ja. Oh, ja. Star Trek. Star Trek. Jij trekt allemaal aan uw staart. Ja. Ja, wij zijn trekkers, hè, dokter. Ja. Zo noemen ze dat. Ja, ja. Iemand zei mij, ah, jij bent een trekkie. Ik zeg, nee, nee, ik verkies het woord trekker. Ja. Beam me up. Kaar, YouTube zegt dat je niet mocht roken. Verschillende mensen doen die kankerstok weg. Goed voorbeeld voor de kindjes. Dit is geen kanaal voor kinderen. Weet je wie dat ook tegenroken was? Kinderen, de dokter niet, maar goed genoeg wie dat er tegenroken was. Hè, dokter? Ja, voilà, hier staat hem, zij. Ja. Met zijn moustache. Die is tegenroken. Ja, roken. Jawel. Dat is in 1938. Die met zijn moustache. Hè, die at heel weinig vlees. Hij dronk bitter weinig alcohol. En hij kon absoluut niet tegen roken. Zijn filosofie was, hij zei het in Duits, hè, wenn du Fleisch fressst. Als je vlees vreet, hè, dan ga je alcohol drinken. En wie alcohol drinkt, die gaat roken. En het is daarom dat hij in 1938 besloten dat er nergens nog in Duitsland op openbare plaatsen mocht gerookt worden. En dan hebben Goebbels en Göring gezegd, oh, moustachemans, doe dat toch niet. De mensen gaan revolutie maken, voilà. En 75 jaar later hebben de moffen het gedaan via Europa. De moraal van het verhaal, rokers kunnen geen nazi's zijn. Absoluut niet. Absoluut niet. Dat vind ik een goede conclusie. Dus we moeten allemaal speed en cocaïne doen. Maar we moeten vooral pijpen. Oh, mannekes, doe nooit cocaïne. Alsjeblieft, doe nooit cocaïne. Doe speed, dat is veel goedkoper. Uw portemonnee, hè? Ja, de gezondheid van uw portemonnee is ook belangrijk, hè? Dat zal wel zijn. Het is niet omdat je een junk bent dat je niet economisch verantwoord moet gebruiken, hè? Wat is dat nu? En ja, daar gaat de monetization. Voilà, dank u wel. Dank u wel. Je mocht allemaal steunen op Subscribestar en Patreon, want wij krijgen geen monetization meer. Ja, zeker nu niet meer. Zeker nu niet meer. Nu is het helemaal om zeep. Wat zie ik daar? Boer Charles denkt dat de Gert bij... Ben de NVA. Ik denk dat Gert Verhulst, hè. Gertje van Sampen. Gert Verhulst, de hondenneuker. Ja, die heeft vandaag verklaard dat het cordon sanitair dat ondemocratisch is. Ah, maar ja, tuurlijk. Dat is een commerçant, hè. En later denk tot dat ene... Maar Gert Verhulst heeft dat gezegd. Ja, die heeft dat vandaag gezegd dat als een van de PvdA, Frans Blank, bij Gert Late Night zou willen komen, dat hem daar niks op tegen hebben. Ja, de vraag is of die mannen met die Jeannette in bed willen liggen, hè. Ja. De Kaar heeft ook gezegd van cordon sanitaire weg, dus ja, staat hem dan niet bij de PvdA? Ik denk dat Gertje meer bij de N-VA zou passen. Maar nee, Gertje die wil naar Vlaams Belang, jong, die wil op Anke van den Berg zitten. He, dat is een wandelende penis, die hondenneuker. Ja, nu dat de sluitspier van Samson een beetje uitgerokken is, vind ik. Voilà, en er zijn geen K3 meer, dus grijpt hij op iets anders. Dat is een commerçant, hè. Hij is altijd een commerçant geweest. Die komt van een... socialistische familie. Hè? Ja? Ja, gekende socialisten. Klein volk, hè. Maar hij is de nieuwe. Dat zijn de nieuwe miljonairs, hè. Dat is de geldadel. De nieuwe Vlaamse geldadel. Dus bij de NVG zou die moeten gaan. Nieuwe Vlaamse geldadel. Daar zou hij passen. Allee, ik ga een keer zien. Mag ik even opmerken dat Kirk daar echt wel heel zielig alleen staat? Ja. Wie is Kirk? Linksonder, Captain Kirk van Star Trek. Met zijn geel.
Ja, zo geel-oranje foto. Is het Captain Kirk? Dat is Captain Kirk. Of is het een technicus? Ik dacht dat Captain Kirk meer blond was van haar. Denken, op uw leeftijd, dat zou ik niet aanraden, dokter. Oh, oh, dus, oh. Is dat zo, chat? Dat is een... die ook iets zegt. Ja. Die ook iets zegt, ga uw mond spoelen met jouw javel, jongen. Het is Kirk, want Scott, Dino, denk ik, dat wil zeggen, die draagt rood. Ja. Scott is zot. Ja, ja. Ondertussen is hem dood, vrees ik. Maar is dat die een anders gepigmenteerde? Scott? Nee, of de anders gepigmenteerde is Cisco, om het zo mooi te zeggen. Hij is een rechtse libertair, gelijk. Dus bij hem komt het erop neer, gedoe maar, zolang dat je niemand anders kwetst. En als je wel iets fout doet, dan ga ik u vermoorden. Ah ja. Ideaal toch? Dat is een logische reactie. Het is misschien mijn favoriete. Ja, ik heb ze al 4 graag. Ik heb ondertussen de chat een beetje gevolgd. Men vraagt de Donald en Kim Jong-un. Kim Jong-un? Kim Jong-un, dat is mijn chef, hè. Dat is CD&V, hè. Totaal, als we ze nog op zien. Hij is lelijk en hij zweeft. Dat kan niet anders als mijn chef. En dan Trump, ik denk dat hij rechts van Dreesverlangen overstaat. Rechtslibertair is dat. De Trump? Alhoewel, het kabinet niet. De retoriek die hij verkondigde in der tijd... Ik vind dat een Trump in cirkeltjes draait. Dus eerder waar dat je hem zet, hij zal er morgen niet staan, maar binnenkort zal hem opnieuw op dat punt zitten. Ik zou Trump eigenlijk, is heel de map. Allee, heel de rechtse map. Ja. Ja, maar ja. Dat gaat hier op niets meer trekken, hè. Nee, Trump is rechtslibertair, hè. Ja, ik zou hem rechtslibertair noemen, of toch min of meer ter hoogte van de Dekker. Maar ik zou hem toch veel rechtser zetten dan de Dekker en al zo. Ja, ja, wel rechtser dan de Dekker, maar min of meer op dezelfde hoogte. Ja. Oeh, nee, ik zou echt rechtslibertair pakken, echt. Maar volledig libertair. Ja, ja. Bayaghi. Ja, jawel, geen dingen, geen taksen. Ja, hij is ook absoluut niet, ja, hij is tegen taksen. Oh ja, dan laat ik hem daar staan, hè. Kom hem bekijken. Ah, wie? Trump. Je weet toch, Trump, die leidt aan echolalie, aan palinalie, eigenlijk. Dat is altijd uw laatste zin daarvan een deel op het einde herhalen. Op het einde herhalen. Dus Hij zegt zo, dat is formidabel, is dat formidabel. Formidabel is formidabel. En zo, let daar een keer op, die leidt aan palinalie. Mensen die aan echolalie leiden, echolalie. Dat zijn mensen die uw woorden nazeggen. Ja, nazeggen, ja. Ja, en palinalie. Gelijk, wat doen wij hier, koprolalie? Gelijk, koprolalie, ja. Jij bent een koprolvaag, ja. Dan weet ik wat dat is. Dat is iemand die kaka eet. Ja, koprofagie. Ja, dat is inderdaad zo. Ik weet dat, want ik herinner mij dat een dokter tegen mijn moeder zei... Mevrouw, uw zoon is koprofaag. Vooral komt dat voor bij kinderen tot 1 jaar. Dat ze hun kaka opeet. Oh, ik zat in 3e middelbaar, denk ik, toen dat hem dat zei tegen mijn ma. Jongen... Ik ken uw man niet en ik wil nog mensen niet kennen. Want als ik zie wat dat ze op de wereld gezet heeft, en ik zie u niet, maar ik hoor, en ik heb al op het 20 kwartiertje uw hoofdje gezien, en dan moet ik zeggen, daar zijn prettige dingen in. Maar ja. Iemand vroeg hier ook, die een nieuwe komiek in Oekraïne dat is verkozen. Maar ik denk niet dat we die kunnen plaatsen. Die kunnen we niet echt plaatsen. Maar we kunnen daar wel over spreken. Die heeft niet gezegd hoe dat hem zijn land wil leiden. Hè. Die heeft gewoon gezegd, ik ga het anders doen. Maar wat betekent dat?
Ja, maar dat is een politieker, hè. Alle politiekers zijn komieken. Kijk naar Verhofstadt. Als het in zijn kop ziet, dat is toch niet normaal, hè. Dat is niet normaal. Dus al die mannen zijn komieken. Daar kun je, hier is het een officiële komiek. Hier weten we tenminste dat hij komiek is. Hij zal misschien zijn job kennen. Weet er iemand waarvoor ook... die mens eigenlijk staat? Nee, maar die heeft nooit... Die heeft zelf debatten en al, heeft hij een afgezegd omdat hem niet in debat wou gaan. Die heeft gewoon campagne gevoerd online en die heeft zo gewonnen. Ja, maar ja. Omdat hij een beroemde acteur is die heeft gezegd, ik ga het anders doen dan de normale. Ja, maar ja, dat is een beetje hetzelfde als en, Trump, hè. Ja. En die heeft gewoon zo gewonnen, maar Trump heeft standpunten ingepakt. Die heeft gezegd wat hij wil veranderen. Maar die gast heeft dat niet gedaan, hè. Ook omdat dat een eerlijke mens is. Onze politiekers die pakken standpunten in en dan doen ze iets anders. Dus dan heb ik liever dat ze geen standpunten innemen. Hè. Dat is toch allemaal gebakken lucht dat die mannen verkopen. Wij kletsen hier een beetje uit onze nek, maar wij betalen daarvoor. Wij gebruiken elektriciteit, maar zij worden daarvoor betaald. Oh. Om uit hun nek te lallen, te lullen. Ja. En word jij daarvoor betaald, of is dat uit vrijgevigheid dat jij dat doet? Ik betaal daarvoor. Ik gebruik elektriciteit. Vrijgevigheid, je doet alles. Ah ja. Je het goede mee hebt met ons. Ik ben een goed mens. Ik ben een goed mens. Voilà. Ja. Weet je wanneer... Dan moeten we hem misschien toch hier zetten, zo in de linker autoritaire ook, als hij toch een goed mens is. Ja. Voilà. Zal links van je ietsje meer naar links. Links van Stalin, zeg jij, jong. Ik heb zo'n keer een test gedaan en ik kwam eigenlijk uit bij die van Cuba. Hoe heet dat? Castro. Dat was het Castro. De oude, hè? Niet zijn broer, hè? Fidel. 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 Die ook een dokter was, hè? Iemand zegt hier Poetin. En de ander zegt, waar staat Kaar? Kun je niet lezen? Centraal? Ja. Ik heb mij er zo al een beetje in gezet. Zo links-libertair leunend. Nee, de Poetin is zeker geen PvdA, hè? Mikarus. Maar nee, dat is sowieso autoritair, maar nog een beetje... Autoritair? Ik zou hem tussen dokter zetten. Ja, ik zou hem op het lijntje zetten. Dat is totaal PvdA. De PvdA die zeggen dat ze communist zijn. Maar dat is geen echte communist. Poetin is wel een communist. Die was bij de KGB. Jij denkt zeker dat ze daar katholieken nemen. Dat ze daar pastoors nemen. Nee, maar als KGB, dat is ding autoritair. Hè. Dat is autoritair. Wat is het communisme, denk je? Wat denk je dat Stalin was? Autoritair, maar dan gaan we zien van links en rechts. Hè. Poetin is tegen communisme. Het communisme is rechts, hè. Het communisme en het kapitalisme, dat zijn twee imperialistische systemen. Ik wijs dat je Poetin bij Driesje van Langenloven moet zijn. Oh ja, maar de Poetin die is tegen communisme. Ik zou die eigenlijk hier durven zetten. Zo tussen Hitler en Mussolini. Ja, ik zou die daar ook in zetten. Want de Poetin die heeft echt zich al uitgesproken tegen het communisme. Heeft gezegd dat is een droom dat iedereen denkt dat waar kan zijn. Hè. Ah, dan moet je hem niet bij Mussolini zetten. Hè. Mussolini, dat was een communistische journalist. Ja. Die heeft jaren voordat hij de Mars... op Rome deed, heeft hij jaren in een communistisch blad geschreven. Ja. Dat was een communist, zoals Slogomans daar een socialist was. Voilà, dat zijn allemaal links-rechtse. Hitler was geen socialist en ik kan u zeggen waarom dat ik hem rechts van de breuklijn gezet heb. Hitler was wel een socialist. Jij moet zwijgen, je moet de jonge mensen laten spreken. Hitler was geen socialist. Hitler heeft de term socialisme gebruikt om te winnen van de communisten en de echte socialisten. Hij was een socialist. Ik weet het. Ik heb dokter Joseph zijn microfoon gedempt.
Ah, je kunt dat, of wat? Ik kan dat. Ik moet van Jos is een los vragen om een shout-out te doen aan... ik ben vergeten aan wie. De Jos. Aan Ivo. Ongetwijfeld aan Ivo. Shout-out to Ivo Ximas. Ja, en ook aan de Niels. Shout-out naar de Niels, joh. Ik ga de dokter Josef... Ik denk niet aan mij, maar aan een andere Niels. Ja, omdat hem in het ziekenhuis ligt en hij kijkt elke dag naar het vettig kwartierke. Nogthans is dat maar om de twee weken daar wordt geüpload. Het is zo... Ik dat geloof u. Ze zeggen dat ik hier de bal al 5 minuten mislaan. Ik zal een keer op uw ballen komen slaan, Belle Royale. Dan zullen we zien wat dat is, mislaan. Je ziet, zijn geest is misschien niet meer zo snel, maar hij kan wel nog lezen. Ja, absoluut. Ja, dat is al meer dan dat we van u kunnen zeggen. Hè. Er wordt ook gevraagd voor Merkel. Min of meer daar waar dat Dr. Joseph staat. Oh, ik zou het tussen Groen en Dr. Joseph zetten, Merkel. Oké. En Merkel was communist, hè. Die was bij de communistische jeugd in de DDR. Hè. Zelf een zwaar militante. Ja, heel zwaar, als je dat ziet. Ja. Heel zwaar, ja. Het is niet de magerste ook niet, nee. Ja, maar... nu begrijp ik Bo van Stilbeek. Als je Merkel ziet, zou je geen man willen zijn. Ja. Voilà, Merkel zei, in het midden van West-Vlaanderen. Ze ziet er goed. Merkel is nu de dochter van Hitler. Hitler had een charmante kop. Merkel heeft nu een kop. Wie maar, zegt dat? Baske heeft wel iets, hè? Baske. Maar zo die had succes bij de vrouwen, hè? Nu macht erotiseert. En dat is een. Wie, Merkel of. Oh my god. Maar Merkel erotiseert toch eigenlijk niet, hè, mot? Nee, maar Margaret Thatcher wel, hè. Oh, maar Margaret Thatcher... Dat vond ik een geil wijf. Wacht, wie? Thatcher. Ja, maar vergeleken met Margie de Blok. Ja, vergeleken met Margie de Blok zijn het allemaal schoon, hè. Niks hebben tegen Margie de Blok, want dan zitten meteen een hele groep aan het discrimineren. En dat mag niet. Je mocht geen minderheidsgroepen discrimineren. Wie zegt dat? Waar gaat dat? Het leven is discriminatie. Er komen duizenden en duizenden spermatozoïden en er is maar één die het eitje bevrucht. Dus die discrimineert al de ander. Al de ander mogen zich terug gaan aankleden. Dus ik ben eigenlijk ook een minderheid, want ik ben de minderheid van de spermatozoïden. Ja, van de spermatozoïden, hè. Ja, dus... Ja, het is toch ongelooflijk dat jij de snelste waart. Ben ik dan ook een minderheid? Iedereen is een minderheid, hè. Godverdomme. Mannen, sorry, maar ik ga jullie aanklagen. Jullie zijn redelijk discriminerend tegenover mij. Discriminatie opgelost. Iedereen is minderheid. Iedereen is een minderheid. Iedereen is een persoonlijke minderheid. Maar wij zijn allemaal mensen met een beperking. Iedereen heeft een beperking. Hè. Ze mogen hem meer zeggen. Vroeger was dat gemakkelijk. Hè. Dan zeiden ze een bult. Een bult ernaar. Die had een bult. Hè. Een vent met een bokkenpoot. Ah, die mankte. Een mankenpoot. Die mankte. Een blinde. Die kon niet zien. En zo verder en zo voort. En dan is dat geworden gehandicapte. Precies alsof ze daarvoor gestudeerd hadden. En nu is dat... Mensen met een beperking. Iedereen heeft een beperking. Vooral financiële beperking. 99% van onze bevolking heeft financiële beperking. Wat vind jij van de term anders valide? In plaats van minder valide. Nog zo'n neologisme. Een Orwelliaanse praat om de realiteit te verdoezelen. Die zijn niet anders valide, dat zijn kreupelen. Dat zijn achterlijke. Dat zijn imbecielen, dat zijn Mongolen. Ah nee, dat mag ik niet zeggen. Ik mag ook zelf niet meer zeggen dat ze het syndroom van Down hebben. Nu moet je dat anders noemen. Wat? Mongolekes, hè? Nee, je mag niet meer Mongolen zeggen, zoals je de meer Eskimo mag zeggen, maar ook de meer Mongolen.
Ik vind niet dat je christenen zijn nu, wat is dat, Easter worshippers? Wat? Volgens wat? De Clintons. Maar ja, Clinton had dat tweet. Ah, ja, iemand had er iets van gestuurd, maar ik heb dat... Ja, dus de nieuwe term voor christenen zijn Easter worshippers. Ah ja. Enkel met Pasen. Met Kerstmis zijn het dan Christmas worshippers en dan hangt er een beetje van af wat dat is. Nee, winter holiday hè, is de politiek correcte term. Christmas, dat heeft Christ erin. Oh ja, ja. Als dus, er is iemand bezig, die is een bankcode aan het kraken of zo, 420, en K is aan het blazen. Ik snap niet wat dat die mens zegt. Wat zegt die mens? Ik ken die, ze, die heeft nogal een comment. Boer Charles zegt dat jij linksonder moet staan, want je bent aan het blazen. En dan nummerke 420. Maar jij woont niet in nummerke 420, je huisnummer is 96. Nee, ze denken dat ik een joint aan het roken ben. Dat zijn eigenlijk gewoon slecht gerolde sigaretten. Ja. Ik kan niet meer goed rollen, hè. Nee. Ik lees hier, waar staat koning Filip? Die staan niet, die zit meestal. Op zijn troon, op zijn troon. In het midden, hè, Filip. Filip, ik zou die naar redelijk links nog zetten meer. Ik vergeet dat op zich, we weten er niet veel van, hè. De koninklijke familie in de tijd waren altijd Franstalige katholieken. De CDH. Het zijn geen rechtsen alleszins, hè. Dat zou ik niet zeggen. De grootvader, dat was nogthans een hele rechtse. Die is bij, op de thee geweest bij Snorreman. Ah. Ja. Die ging het op een akkoord gooien met Snorremans. Maar dat was vooral zodat hem zelf nog de leiding kon hebben, hè, over het land. Dat hem nog wel wat geld trok en al. Hè. Ja. En dat er kon trouwen met zijn goede tienden. Hè. Ah ja, voilà. Weet jij dat hij de wet overtreden heeft? Want madame la princesse de Retty, hoe heette die daar zijn tweede vrouw, nadat hem zijn eerste doodgereden had met zijn automobiel, hè? Is hem gegaan met Lillian, met prinses Lillian, om zijn Engels uit te spreken. Hè, want die had een Engelse opvoeding gehad, dat was de dochter van de gouverneur van West-Vlaanderen. En die heeft hem een kind gelapt, hè, maar Leopold Rigi, die was nogal katholiek. En die heeft dan kardinaal Van Rooij gezegd, je moet ons schap trouwen, dan ben ik terug in orde met de kerk. En kardinaal Van Rooij heeft dus koning Leopold III samen met Lilian de Baats, denk ik. Baats of de Baats, ik denk dat het de Baats was. Of Balen, het is iets met B. En die heeft hen in het huwelijk gevonden. En daarna zijn ze na het kerkelijk huwelijk, zijn ze enkele weken daarna voor de wet getrouwd. En dat mag niet. Dat staat in de wet. Je moet eerst worden weggehouden en daarna mogen trouwen voor de Niemam of voor meneer Pastoor of voor de grote Buddha of voor het spaghetti monster. Weet jij, dokter, dat een kwartiermeester ook mensen mag trouwen? En ik heb dat al gedaan. Nee, dat wist ik niet. Nu, dat heb jij nu in uw lang leven nog niet gedaan, hè? Ik ben in mijn lang leven een keer ook kerkelijk getrouwd geweest zonder wet op getrouwd te zijn. Door een almoezenier in Duitsland, in Ludesheim. Ik had daar een vrouwelijke sergeant leren kennen. Mm-hmm. En ik heb die een keer uitgelegd hoe dat het leven in elkaar zat. En we waren allemaal zat, de jonge almoezenier van het leger ook. En die heeft gezegd, ja man. Dokter Joseph, als hij daar weer op zit, dan moet je eerst mijn zegen krijgen. En hij heeft mij de zegen gegeven. En jij was toen ook al dokter? Absoluut. Ik spreek u van kort geleden, 50 jaar zo. Ah ja, oké. Okay. Geleden dus. Recent. Ze vragen om de Italiaanse staatsvijand Jezus van Nazareth op uw kaart te plaatsen. Dat is misschien wel een interessante.
De Jezus. Ik denk dat dat een libertair was. Ik zou denken dat hij een piraat is, zoals een extreem libertair. Hij gebruikte ook cannabis, hè? Dus misschien zelfs links. Verklaar u nader. Hij was tegen de vrouwen, want hij liet de vrouwen zijn voeten op met hun haar. He, dat moet je toch, dat is geteken van feminisme. He. Het was een gewelddadige mens. He, hij kon bijvoorbeeld niet met pedofielen om. Hij heeft letterlijk gezegd dat al wie aan een kind komt in een diepe put moet gegooid worden waar hem nooit meer uit kan. Dus die was voor marteling. Hij heeft ook de tollenaars die een beetje geld wilden bijbrengen. Tempel heeft hem met de zweep uit een tempel ontleden. Dus die vent was zeker niet wat men ons wil voorstellen als een toonbeeld van verdraagzaamheid. Hè. Ja, hij was verdraagzaam voor sommigen en onverdraagzaam voor anderen. Bijvoorbeeld, er was een grote vijand van Satan. Ah, ik kon Satan. Ja, Lucifer ook. Bertang, die mens heeft ook liefde nodig, hè? Jezus Christus. Nee, Satan. Ah, maar Jezus, die kreeg genoeg liefde. En Lucifer zeker, hè? Lucifer was de engel van het licht. Luciferente, hè? Die het licht droeg, dat was de lichtdrager. Ah, maar dan strappen we op. Maar Jezus, dat was eigenlijk de vroegelaar. Want toen ze hem vroegen, toen Pontius Pilatus, je weet wel, die de handschel uitgevonden heeft, want die was zijn handen in onschuld, zeiden ze. En dat is dus een speciale handschel, die heet onschuld. Hij was dus zijn handen, Pilatus, en hij vroeg aan Christus, zijt gij de zoon van God? En daarop antwoordde Christus niet meer ja of nee, hè? Daar antwoordde hem, jij zegt het. Dat is op verschillende manieren te interpreteren. En je kunt zeggen, jij zegt het. Dat wil zeggen, ik zeg dat niet, dat is uw opinie. Of, je zegt het. Dat wil zeggen, oké, dat is zo. Hij had beter met ja of nee. Nee, het was zo'n foefelaar. En hij had ook zo van die rare parabels, zo die hij vertelde. De verloren zoon. Een hippie die thuis vertrekt. Die al het geld van derfrezer doorgaat. Die met de wijven gaat. Die het van wat doet. Terwijl een andere zoon, die bleef thuis. Die werkte zich dood. En toen de verloren zoon terugkwam, ontving de vader hem met open armen. En die sukkelaar die daar jaar zijn wier afgedraaid had, dan wilde hij hem op zijn kin kloppen. En dan zei de vader, zei jij omdat ik goed ben. Nou, dat staat zo letterlijk in de Bijbel, parabel van de verloren zoon. Dus dat wil zeggen, ik doe met mijn geld wat ik... Dat zijn zo van die dingen. Hè. Toen de Fariseers hem de overspelige vrouw brachten. Dus dat was een vrouw die haar spel in de oven gestoken had. Allee, wie wil er dokter Joseph muten? Dat duurt niet te lang. Dat verhaal is al een half uur bezig. Maar ik kan hij is gemute, maar ik denk niet dat hij het door heeft. Ik denk dat hij gewoon wacht. Kan hem als je hem unmute, begint hem, is hem gewoon weer in de zin, in het midden van de zin. Ja. Oké. Ik ga nog één ding over de overspelige vrouw zeggen. Toen de Fariseers. Nee, hij beseft het niet. Nee, ja. Nog eens proberen, wacht. Allee, mannen, waar gaan we nu over praten? Maar eigenlijk was de bedoeling dat we hier het politiek kompas aanvulden. En ik moet zeggen, ik ben heel teleurgesteld in jullie allemaal dat we geen linkse libertaire vinden. Ze vragen Elon Musk. Ik denk dat ik denk dat die wel links-libertijns is. Want ja, als je hem gezien hebt op Joe Rogan... Zet hem maar bij degene in het gele vestje. Hij is sowieso links, hè. Is dat die het muskieten net uitgevonden?
Ja, die zo raketjes en al stuurt. Ja, maar zijn dat belangrijkste is uitvinding is natuurlijk het... Het is Iron Man, hè. Ja, maar dat is ook een anime lover, hè. De Musk. Is dat? Ja. Die deelt soms op Twitter, deelt hem zo anime memes en anime clipjes en al. Och, hier, hè. Ja. Maar de Musk, ik heb daar wel nog respect voor die gast. Hij is een wereldverbeteraar en slash memer, dus... Ja, het is een zware memer. Is dingen, ja, het is een jeugdige, hè. Hij is mee met een tijd. Dr. Joseph heeft niet genoemd, maar dat weet je wel. Maar voor een keer is hij stil. Ja, ik lees hier. Elon Musk, is dat een voornaam, Elon? Dat is die ene van de Tesla en de ruimtevaart en PayPal. Dat is een Zuid-Amerikaan zelfs. Zuid-Afrikaan, sorry. Maar die Afrika. Naam, als je dat achterstevoren leest, dan is dat Molle. Dus laten we Molle Musk noemen, hè. Arnold Musk. De Koen zegt SpongeBob. Ik denk dat SpongeBob extreem rechts is. Ik denk niet dat we het van SpongeBob kunnen zeggen. Ik denk dat ook niet. Alhoewel. Veel te complex, die heeft lagen. Die is wel, ik denk dat hij een redelijk links is, want hij lijkt me echt nog een druggebruiker. Ik bedoel, hij praat met zijn slakken al. Ik zal even... Ik praat ook met mijn kat. Ey, is dat... Ja, maar... Ja, ik praat ook met mijn lont. Mijn Gary in SpongeBob spreekt ook niet terug, hè? Dat is waar. Soms zegt hij ook wel eens zo met miauw. Of wat doet hij? Die doet toch miauw. Het is ooit niet. Ik zal het niet weten. Ze vragen hier Macron. Zit die bij Merkel? Ja, Macron is Merkel, hè? Ja. Dat is het of de puppet, hè? Dat is ook een beetje aan het verspringen, zelfs als we kennen het als zijnde. Jongens, waar zat met president Juncker? Juncker? Nee, dat is aflappen. dat is een andere dimensie. Nuchter tot dronken staat hij heel dronken. Ik zou die bij Verhofstadt zetten, die 7 maan is. Maar Verhofstadt heeft daarvoor geen al. Ik heb echt het gevoel dat de Jonker en de Verhofstadt ofzo, of dat die echt wel zeker drugs soms gebruiken. Tuurlijk. Ik heb echt het gevoel dat die mannen, als die zo naar een meeting of zo moeten, of zo naar een dingen, dat die gewoon even in een smoren of zo dingen. Nee, die zuipen. Die zuipen, jong. Dat gaat veel happiger als smoren. Ik wil hier iedereen pakken, geil hem ook jointjes met de pappen en ik ga ze even drinken. Ah, maar dat gaat niet, want ik ben al stoned. Ik zal rapper stoned zijn en geilen allemaal samen. Macron staat er, Elon Musk staat er, Jezus Christus staat er. Zijn er nog vragen? De Rotterdam? Zwarte Lola. Zou je die zetten? En Laura Lien? Onder Macron en... God maar rijken. God maar rijken. En koningin Mathilde, die handel. Ik denk dat je de meeste Vlaamse PV's zo wel in het midden, maar aan de linkerkant kunt zetten. Bij de CD&V, ja. Nee, nog linkser, heel links. Maar... Meestal zijn die open VLD. Maar zijn die meestal niet zo gewoon om vriendelijk over te lijken? Ja, maar dat is een beetje de reden. Ze lijken links, maar ik denk dat ze op zich allemaal rond het midden bij de koningen al zullen staan. Zo. Ja, open. En dan hangt dat van persoon tot persoon. De koning staat hier, hè. Ja. Vind ik de linkse troep toch niet zo vriendelijk, hè, mot? Ja, het zijn er vele. Ik zal hem ietske... Voilà. Ik vind dat linksautoritair een beetje te veel wordt vertegenwoordigd. Kun je mij anders een keer bij rechtsautoritair zetten? En maar jij staat hier. Wat? Waar sta ik? Hier, in die. Bij Mussolini. 3. Ah. Ah ja, je hebt mijn profielfoto gevonden. Mussolini, dat was een Italiaan. En hij was zo rechts. Die zei daarover, Italianen, laffe kaffers. Erdogan.
Erdogan is, is ook weer rechtsautoritair, hè? Ja, die is ook bij Mussolini en Alta. En bij Erdogan en rechtsautoritair tegenwoordig. Ja, maar ik zou me niemand links ver niet zetten. Ik zou me toch ietsje dichter zetten bij CD&V en naar de Goebbels. Want de Goebbels is ook van de marginale driehoek, hè? Wat, zet ik u gewoon hier, dan zeg je N-VA, hè? Hier, dan kun je nog kiezen tussen N-VA en Vlaams Belang. Of een Gertje, je kunt ook boven Gertje. Ietsje meer naar het midden. Naartoe. Ik denk dat Niels liever onder Gertje zit. Voilà. Heeft hij zo een hondse reflex? Zet me maar daarboven. Ik ga je gewoon op Janeway zetten. Amai. Ja, zou ik er gewoon een keer opgruipen? Ja, op zich. Hè. Ik zou geen nee zeggen. Zij wel. Waarschijnlijk. Begrijpelijk. We gaan dat niet zeggen, omdat dat niet waar is, maar... Ja. Je kunt het niet ontkennen. Wil jij je erop zetten, Pim? Ik denk dat ik bij Gertje en zo allemaal zit. Ik denk dat ik in de Noop ook zit. Alleen, nou, ik sta bij Trump, hè. Ik sta bij de Dom. Vlatje. Vlatje is hier. Ja, dat zou wel zijn. Ik ben opgericht met mensen met rechts onder ter gezicht. Die heeft net 16 uur lang gefitnessd. Hij staat bol van de testosteron. En nu komt hij mee livestreamen. Dat is de max, hè. Over wie zit jij er bezig aan het lullen, joh? Vlatje, die Vlatje. P van Brugge hier, met zijn Brugse accent. Die wat je maar voor een elf kunt verstaan. Dat is een dat je niet wil tegenkomen in een dokter. Jongens, wat onder Trump, hé? Nog Libertijder of Trump, hé? Ah, dat zijn West-Vlamingen. Die gebruiken alleen klinkers. Die kennen geen medeklinkers. Die spreken zo, allemaal klinkers. Zeg maar, kan er iemand eigenlijk Vlatje zo ondertitels geven voor de mensen in de stream? Nee, je moet maar een beetje naar voren doen, we. Je moet maar een klein beetje naar voren doen, mot. Ik ga uw koeigjes gaan melken, ze. Kom. Je moet maar een klein beetje moeite doen, vriend. Oké, zeg maar, die linker onderhoek is nog steeds leeg, hè, kinderen. Ik wil u er maar op wijzen. Nou, maar sorry. Als er zo geen mensen bestaan. Links. Natuurlijk bestaan ze! Maar kun jij er een opnoemen? Ikzelf! We zijn er veel. Hey. En Elon Musk. Helemaal links beneden, hè? In Toeksken, hè? Wie? West-Vlamingen zijn de anti-Arabieren. Ah, natuurlijk. Ah, West-Vlamingen, dat zijn Joden. Die hebben in hun kop de slagboom als de gul in steek lag. Allee. Iemand zegt hier de ideale wereld linksonder. Eigenlijk is dat niet fout. Ik ben daarmee akkoord. Ja, eigenlijk op zich denk ik dat wel nog zien. Ja. Maar ik zou ze niet zo extreem links zetten. Ze zijn niet ultiem libertair, ze zijn niet ultiem links. Ze zitten min of meer daar waar dat Kirk zit. Ja, linksonder van Kirk zou ik ze zetten. Ja, maar jongens, maar hoe zit het met Big Man Tyrone? Jongens. Ah ja, die is voor Vlaams Belang, hè. Big Man Tyrone heeft al zijn steun betuigd voor Vlaams Belang. Waar zitten we de Vlaamse Jeugdraad? Bij Stalin. Ja, zijn die PVDA echt allemaal, ja nogal. Het rechts is eruit gesmeten geweest, dus... Ik ken er een dat er nog in zit, hè. Ik ken er wel nog een dat er nog in zit. De niveau? Proficiat. Lorenz. Huizegond. Hier, Sinterklaas. Die ken ik niet. Sinterklaas. Sinterklaas, die moet bij de pedofielen. Hè. Dat is, ah, maar ja. He, en die dan, komt na. Met zijn zak op zijn rug. En schimmel tussen zijn benen. En een zwarte piek. Wow. Ja, en dan komt s'nachts langs. S'nachts komt hij voor de kindjes langs. Ja. Nou, en intussen weegt hem uw schouw. Ja, ik weet niet dat hij mijn schouw weegt. Hè? Uw schouw is al geen 50 jaar meer geleden. Ja, natuur, hij is je ieder kindje geld. Ieder kindje geeft hem een cadeautje. Een libertair, want hij vraagt geen taksen. Hè? Nee, dat is waar. Sinterklaas is links-libertair, volledig. Sinterklaas is een pedofiel.
Ja, maar, maar dat zijn meestal links-libertaire. Mensen vragen en masse om Alex Agnew te positioneren. Ja. Ik zou die bij lijsten dikker hebben. Ik zou dan niet durven zeggen wat dat die jongen is. Maar die... Nee, ik zal die gewoon een hele map maken, die is overal een beetje. Maar ik zou die echt wel libertair alleszins zou ik die maken. Ik denk dat als je een komiek zijn politieke strekking gaat proberen te bepalen van zijn persona on stage, dat je een idioot bent. Well, ja, het is dat ook. Ik bedoel, het is comedy. Maar dan kan het nog links, nog rechts zijn. Het belangrijkste is dat het grappig is. Maar nee, het belangrijkste is dat ze geld verdienen. Die Goebbels. Die Goebbels, hij speelt een aardvonden koning, hè. Hij gaat daar, hij eet zich zo in, onnozel manneke. Links doen en rechts, links willen, rechts hun zakken vullen. En dat is ze allemaal. Maar ja, voor elkaar doen ze, dat zouden elkaar in doos en zeggen, ik mag niet zeggen dat ik rechts ben. Ik heb het Johan Verminnen ook horen zeggen tegen een rechtse zanger. Die zei, ja... Ik zou wel beginnen met u zijn durf. Ja, maar pas op, hè, dokter. Niet iedereen is rechts hier. Het is stoppen dat niet iedereen rechts is. Maar ja. We staan allemaal rechts van de VRT. Ik ben... Ik ben tegen... Ja, dat is niet moeilijk, hoor. We zijn allemaal nazi's voor de VRT. Ja, voor de VRT zijn we allemaal nazi's. Ik zit links van het kruis. Ja. Tuurlijk ben ik links. Ik kan ook de internationale zingen. De 17 stroben, achterstevoren. Moet ik daar niet aan beginnen? Ja, nee, helaas, daar hebben we geen tijd voor. Nee. Maar laten we ervan uitgaan dat je het kunt. Ja. Ik heb Sinterklaas nu ook gezet op links-libertair. Ik heb DW wat op mijn hoogte gezet. Want eigenlijk, meer libertair dan mij zijn ze niet. Oftewel, moet ik mijn eigen verlagen. Maar ze zijn redelijk libertair, maar het is nog steeds een tv, hè. Ik denk dat ze wel ietsje meer naar beneden moeten, denk ik. Die ideale wereld. Plus, het is een Hollander, dat telt niet echt mee, hè. Ja, maar kijkt er iemand echt naar de show? Wie van de mensen kijkt naar de show, of wie kijkt gewoon de filmpjes op YouTube? Voilà. Over welke show hebben we? De ideale wereld. Je moet al direct weggaan. Fuck off. De ideale wereld. Dat zegt hem erbij, kom hè. Ja, Urbain doet een keer normaal, jongen. Wat doet hem? Ja, hij zegt dat hij wel naar de dingen kijkt. Naar de show. Allee. Ik krijg geen tv niet meer. Ik steek hem in de hoek. Ja, zie, als ik zie, de meesten zeggen hier wel YouTube of filmpjes. Die bedeesje. De Patient Island, ik versta de mop niet, om eerlijk te zijn. Maar in plaats van Temptation... Ja, oké, okay, nee, in die zin versta ik de mop wel, dank u wel, Pim. Maar ik denk dat, ik weet niet, ik heb Temptation Island nog nooit gezien, maar ik zou kunnen denken omdat er veel gediscussieerd wordt over de mensen hun relaties en zo, denk ik. Dat is niet echt, Temptation Island. Dat maar ik kom al nooit te zien op 12 jaar. Dat is een fake, hè. Daar zitten regisseurs achter, hè. Ja, maar ik kom al als 12-jarige, denk er dan niet aan, hè. Maar ik weet niet... Je bent toch geen 12, hè? Want anders moet ik u vragen om de livestream te verlaten. Toen ik 12 was? Ah! Dus hoe oud zijt je nu dan, hè? Heel lang geleden. En dus er was al Temptation Island toen we 12 waren. Oké, ja, nu kunnen de mensen beginnen achterhalen hoe oud hij is. Ja, hij zal al sowieso geen 40 zijn, denk ik. Ja, ik lees hier ze vragen waar Paul Severs staat. Ja, maar ja. Is hij nog niet dood? Wel, dan staat hem nergens, hè. Dan ligt hem. Maar hij staat nu bij Jezus, hè. Is dood. Voilà. Dan gaat hem naar Jezus. En Jezus dat is kennelijk was een sympathieke mens. Ja, was dat een sympathieke mens? Was. Dat was een hele sympathieke mens. Dat was al sinds een groene, want hij ging overal met zijn fietsje, hè. Ja, wel, dus dat staat hem bij groen, hè. En dat is een dood geworden. Nee, dat ja. Zal. Dat zal open veel deze. Maar Wintura heeft gezegd, van Severs ging er. Ik weet niet voor wat hem ging, maar hij ging er.
volgens de grote denker Wilcura. Wilcura, dat is CD&V, hè. Die heeft zelf op hun congres gezongen, mooi leven is mooi. Ja. Oké, okay, moeten we nog mensen toevoegen aan ons kompas? Want we zijn hier al een uur aan... Waar zou je Michael Jackson zijn? Bij de pedofielen ook, hè? Bij de pedofielen. Ja. Dus bij Sinterklaas. En er wordt ook gevraagd Erik van Looy. Is dat de broer van Rick van Looy? Dat is degene dat geen filmen kan maken. Erik van Looy is de regisseur van de zaak Alzheimer. Ja. Waarover ging dat, Alzheimer? Ik ben dat vergeten. Ja, ik weet het niet meer. Oké, okay. Steek de dokter in de noek. Ik heb het gehad. Met zijn flowmopkes. Och, arme de dokter. Dat is echt mijn humor wel. Oh. Allee zeg, ik ga jullie laten, want ik ga nog een... Oké. Okay. Wat gaat hem doen? Drukken. Ah ja, dat moet ook gebeuren, jongens. Hè. Bedankt, dokter. Nog veel. Goed, hè. Veel plezier. Oké, shalom. Dag, dokter. Shalomakes, hè. Salut. Voor de mensen, elk afscheid kan het laatste zijn, hè. Dus geniet ervan, hè. Haha, die mens is oud en bijna dood. Ja. Zijn er nog vragen? Want ik vind het al een redelijk schoon... Ja, dat is Erik van Looy, maar die doen het zeker. Maar ja, maar Erik van Looy... Sorry, kinderen, maar waar vraagt je dat? Dat is geen politieker. Hij gaat wel linksautoritair zijn, want hij is geliefd door de mainstream media. Ja, kunnen we niet ergens... Stalin. Een hoekje zetten van de slimste mens hoekje. En daar gewoon, want... Dat is het vettige kwartier. Ik weet echt totaal niet waar ik hem zou zetten. Die lacht gewoon. Hey. Je lacht met Philip Geubels. Zet dan erbij. Philip Geubels staat er al bij. Maar Erik van Looy, ik zal hem gewoon bij de Philip Geubels zetten. Dat zijn vriendjes. Wacht, hè. Hey. Ik heb net mijn eigen logo moeten googlen. Jan Wilboch. Jan Wildoch blijft zeggen, doe een podcast of een interview met Tom van Grieken. Ik denk dat dat Tom van Grieken is, die eindelijk eens een platform wil krijgen met de kartier. Godverdomme, Tom. Ik heb al gezegd nee. Tom, nee is nee. Jij bent niet Bart de Pauw, je weet beter. Of Peter Mertens. Hebben we mij ook al ingehaald? Ja. We zijn nu 2638... Ja, en hoeveel heeft de Peter er? Heeft er 2604 of zoiets. We winnen, godverdomme. Ja, we zijn de voorsprong op die vieze communisten aan het vergroten. Dus nee, we hebben al gewonnen van Peter Mertens. De volgende stap is Vert Nieuws, zeker. In uw gat staan met zijn bepak. Grote smurf. Ik denk dat dat een redelijk rechtsen is, want hij wil geen andere smurf. Rechtsautoritair, hè, grote smurf. Ik zou dat bij Poetin zetten, grote smurf. Ja, het zal zoiets zijn. Ja, want op zich, als er nieuwe smurfen zijn, hè, ineens een nieuwe stam, is hem daar altijd wel wat sketchy over. Hè. Hij denkt er altijd... Ja, hij is een beetje is wat xenofoob. Altijd plus, zijn... Hij is ook een is de benevolent dictator, hè. Ja, plus, allee, hè, die... De meeste mensen dat dicht bij hem zitten, zijn meestal mannen. Het zijn meestal mannen dat er zitten. En de enige vrouw heeft zo goed als geen rechten. Die mag bekend niks doen. Er vraagt er hier een om Ben Shapiro te plaatsen. Maar dat is gemakkelijk, hè. Dat is dat rechter onderhoekske. Ja, ik denk dat die ook bij... Nee, Shapiro is rechts in het midden, min of meer. Ja, want hij heeft zowel libertaire als autoritaire trekjes. Maar die is volledig libertair. Buiten als het zijn eigen rechten zijn, dan is ze autoritair. Nee, maar... Die jong volgt de Torah. Hoe kan hij niet meer autoritair? Ja, daar zegt van... met zijn dingen, met zijn abortus of zoiets. Hij zegt, oh ja, geen abortus plegen. Ik zeg, 15 weken, niet. Nee, 12. 12 vind ik goed. Ik ben niet ik op zeg, wat met 15. Nee, ik zeg 15. Dat is een gulden middag tussen 12 en 18. Moet dat verbieden? Er zijn uitzonderingen, hè.
Ik zou als je kind van 12 verkracht wordt, vind ik dat dat niet moet. De Joden, ik zou er niet meer branden. Een beetje meer autoritair. Bij Pim toch dan. Een beetje. Zet de Ben maar bij mij anders. Hè. Ben Shapiro bij de niet Pim. Maar. Ja, bij de Pim. Of gewoon Pim als ondertiteling van Ben Shapiro. Voilà. Juste Shapiro nog een beetje opschuiven, want het kompas is het belangrijker dat het er goed uitziet dan dat het echt 100% correct is. Voilà. Abortus op 300 kilo. Mannen, vraagt er iemand waar staat Mohammed erop? Welke? Hij staat hier bij Redouan Arush. Ja, welke Mohammed? Je hebt er miljoenen, hè? Ja, ja, maar de profeet zal bij Redouan Arush staan. Dus hij heeft dat niet gespecificeerd, weg ermee. Ik denk dat ze de krijgsheer bedoelen. Ja, maar bij Redouan. Jen Wildog, gevraagd om van Grieken, maar dat is Vlaams Belang, hè, vriend? Allee. Ja. Dat is niet zoals dat daar straks... Wij moeten toch van Grieken komen? Ik ja, weet PvdA, niet. Denk ik. Hij zal eigenlijk stiekem stemmen op de PvdA. De voorzitter van Vlaams Belang stemt de PvdA. Dan van Grieken gaan staan waar dat de partij zegt dat hem gaat staan. Goed gezegd. Mannekes. Die leren vraagt hier Josip Broz Tito, de laatste leider van het grote Joegoslavië. Ik weet niet, maar kennen veel mensen van alle wat dat hier voor stond? Ik weet wie dat Tito is. Dat is een communist, hè, maat. Geert Wilders. Die had hetzelfde als Vlaams Belang en N-VA. Ja. Leopold II. Dat is toch niet aan. Er zegt hier iemand Kabouter Plop. En ik vind dat een klein zelfstandige. Ja. Dat gaat Open VLD zijn. Kabouter Plop is Open VLD. Of misschien meer waar dat de kaart staat. Ik weet dat niet. Die acteur die is toch voor de politieke partij. Ja. Die is toch echt burgemeester van Samson. Plop? Ja. Ja, nee, dat is niet in de canon van Kabouter Plop zijnde, hè. Dat is in dingen, in Walter de Donder, Samson, hè. De acteur van Kabouter Plop, dat is een chef. Die komt op voor de CD&V, ja. Ja, maar ja, het is een open VLD, kom aan, hè. Ja, maar Gertje gaat naar het Vlaams Belang. Als je ziet naar Plophuisken, ja, Open VLD, dat is kleine zelfstandigen. Iedereen komt daar drinken, iedereen komt daar... Een klapje doen. En zo. Ja. Ik vind dat je Mia Khalifa er ook nog moet opzetten. Ik vind dat je Mia Khalifa... Mia Khalifa staat altijd van onder, hè. En soms van boven. Mia Khalifa, hè. Weet je wat ik ga doen? Ik ga ze zoeken... Mia Khalifa, dat was gewoon madame. Dat was gewoon een model. Is ze verloofd, naar het schijnt? Ja, die is verloofd, hè, met. Is dat niet met een kok van Zweden of zo? Ma. Of Oostenrijk? Dus ja, hier is Mia Khalifa. 1, 2, 3. Voilà, daar is Mia Khalifa. Nu ga ik ze alle hoeken van het politieke kompas laten zien. Sterf. Nee, waarom sterf? Ik denk dat ik mijn eigen in de noek ga steken voor deze mop. Dat is gewoon een schoon meisje. Ja, dat is wel waar. Kim Kardashian, en wat ik zou het niet weten. Kim Kardashian, ik weet niet wie dat is, om eerlijk zou te die, zijn. Zou die haar ik man denk dat ze ook elke hoek heeft gezien. Ja, als ze dat zien. Dr. Joseph staat erop, hè. Je moet maar gewoon een keer goed zien. Napoleon. Lange donk. Erwin Rommel. Erwin Rommel zou iets rechtser dan Hitler zetten. Dus Poetin en Hitler zou ik Kan je West, kunnen die erop zetten? Bij Trump, hè. Ja, volledig met Trump, hè. Piet Huizentruid. Je kunt eigenlijk gewoon zeggen, zwitten Trump. Of zwarte Trump. Ja, anders gepigmenteerde. Pigment gehandicapte. Ja, anders. Misschien zijn jij anders. Ja, jij zei anders, hè? Nee, ik ben Pim. Ik zal mezelf in de hoek zetten. Oh,
Allee, ken ik het. Voilà, Kanye staat er ook bij. De wereldbefaamde pacifist en pedofiel Mahatma Mohandas Gandhi. Rechtsautoritair. Maar niet zo erg als Poetin of grote smurf. Jij is rechts. Gandhi was zeker autoritair. Want zijn familie heeft nog keilang het land geregeerd daarna. Rechts zou... misschien links autoritair, maar... Weinig mensen. Hij was al sinds een dikke racist. Hij was een racist. Hij was een racist. Hij vond Indiërs beter dan al de rest. Ja. De Arische Indiërmens. Het was een pedofiel. Hij sliep in zijn blote langs de blote meisjes. Ja, maar hij deed daar niets mee. Hij deed daar niets mee. Dus ze is eigenlijk stil ondertussen, of daar rechts en links, rebellaar, liberaal. Dus eigenlijk gewoon tussen Sinterklaas en Mussolini. Geert Wilders ga ik er niet opzetten, hè? Dat is logisch. Vlaams Belang en VA. Kaar zet u bij het Vlaams Belang. Je wil toch? Ik zal mij bij het Vlaams Belang zetten. Want ik dacht dat je aan het copy-pasten was, maar dan staat er eens een ander letterkin in, dan staat er eens een puntje in, die je typt al die comments, hè, dat is ongelooflijk. Nee, die doet dat gewoon altijd verkeerd, omdat hem anders dat bericht niet komt, omdat hem twee keer hetzelfde typt. Hij copy-paste het wel, maar hij zet er gewoon iets bij, zodat dat niet geband wordt door YouTube. Ik weet niet wie dat hem is, maar... Ik heb hem wel door, hè. Hij heeft geen lief en te veel vrijheid. Voilà. Och, het is de Dries. Ik weet niet, heeft Dries een lief? Waarschijnlijk niet. Die jongen heeft het veel te druk daarvoor. Ik denk wel dat hij misschien een lief heeft, ik weet niet. Ze weet het gewoon nog niet. Ah nee, het was een Tom. Het was een Tom, inderdaad. Het is de Tom. Ja, het is Tom. Hier is iemand die zegt dat ik mij bij het Vlaams Belang moest zetten. En eigenlijk is dat een goede manier om uit te leggen dat er veel meer dimensies zijn dan gewoon twee. Maar ik kan geen 3D Photoshop of 10D Photoshop. Vlaams Belang en ik komen overeen in de Vlaamse identiteitszaak. De Vlaamse volksbeweging. Die een beetje partout is. Dus moesten we niet autoriteit libertair genomen hebben, maar globalist versus nationalist, dan zouden wij veel dichter bij Vlaams Belang zien staan. Ja. Maar dat is voor de volgende livestream. Gaan we het hierbij houden, kinderen? Dat is anderhalf uur. Dat is veel te lang. Spelen, nee? Ja, we gingen wij nog Civilization spelen. Ja. En wij zijn toch tenslotte de beste Vlaamse clan voor Counter-Strike. 1.6. Ja. Is dat zo? Ja, we staan op clanbase, top 5. Amai. Ja. Allee, mannen, dat is nu niet om te stoeven, maar je spreekt hier wel tegen professional players. Pro-gamers, dus... skills to pay the bills. Hè. Chats, wat respect tonen. Hè. Respect tonen aan de beste clan van gans West-Vlaams-Brabant. Ik ga die hackneuter in een time-out zitten. Hè. Hij zegt dat we een nerd zijn. Ik ben de nerd. Heikneuter. Heikneuter zit ook in onze Discord. Hè. Hij mag altijd komen meespelen. Dat is 5 minuten gemute, Heikneuter. Dat is zeker een noobie-vent. Dat is sowieso een noob-vent. Dikke noob-vent. Dikke noob. Oké, kinderen, ik doe hier een outro. Hè. Ik wil nog één ding zeggen. Jawel. Dat is genoeg. Jawel, ik heb ga het gezegd, hè? Ja? Je mag niet meer. Oké. Sorry, hè. Kinderen, merci om te kijken. Dit was verdomd lang. Ik heb geen goesting om hierin te monteren. Morgen komt een volledige online. Salukes, slaap wel. Yo, salut.